yeah, 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 yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. So party over here. Yo boys, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag gaan we natuurlijk weer verder aan de serie genaamd The Gunsmith. In deze serie is de bedoeling dat ik alle wapencategorieën eigenlijk een beetje ga volbrengen. Als je zo moet zeggen. Dus eigenlijk de bedoeling dat ik gewoon in freefall met elke wapencategorie win. Dus ik moet eerst met de Vesper, moet ik nu bijvoorbeeld, want vandaag spelen we met de Vesper, moet ik 2 freefall potjes winnen. Want we doen elke aflevering doen we 2 potjes. Moet ik 2 freefall afleveringen winnen en daarna gaan we weer verder naar de volgende wapen in de submachine gun wapencategorie. En zo on gaan wij totdat wij alle wapencategorieën voltooid hebben. De bedoeling is, of tenminste de regels zijn, ik moet dus 2 potjes spelen in 1 aflevering. Win ik 1 van de 2 potjes niet, dan moeten wij sowieso de volgende keer, dus vrijdag om 3 uur, moeten wij weer met de Vesper proberen te winnen. Moeten we gewoon weer 2 potjes proberen te winnen. Zo on. Dus ik heb er zin in. Ik denk dat jullie er ook wel zin in hebben. Want jullie support op deze serie is echt super leuk. Super gaaf ook. En ik vind het ook een hele leuke serie om te doen. Dus jongens, als jullie hem leuk vinden, laat natuurlijk even dat blauwe duimpje zien. Dat support mij heel erg. En dan weet ik dat jullie het leuk vinden. Want dan kunnen we het gewoon vol, hoe zeg je dat? Gewoon lekker doorgaan met de serie. Dat is het. Als jullie het leuk vinden, vind ik het ook nog leuk om te doen. Zo is het. Er zit geen tijdslimiet op, trouwens. Want ik heb heel veel mensen hebben aan mij gevraagd. Tino, zit er een tijdslimiet op? Nee, er zit geen tijdslimiet op wanneer wij alle categorieën moeten voltooid hebben. We gaan gewoon lekker spelen. En als ik alle categorieën voltooid heb, dan is de serie afgelopen. Dus het kan heel lang duren. Het kan heel kort duren. Wauw, jij was heel snel. Dus ja, ik heb er zin in. We spelen trouwens op de map Knockout. Deze map maakt me elke keer weer vrolijk, jongen. Deze map is zo mooi. Echt waar, ik vind deze map de mooiste, een van de mooiste, of niet de mooiste map van heel Call of Duty, zeg maar. En dat was echt heel erg scheef. Ik moet even concentreren, man. Ik speel trouwens met de Veriscope, de Extended Max en de Quick Draw Attachments. Veriscope gewoon, omdat ik er een video over had gemaakt. Dat is echt insane qua accuracy. Dat is echt niet normaal meer. Oh, jongen, iedereen gaat nu pre-fire, want ze hebben UAV's. Ik heb ook UAV aanstaan, maar ik haal hem gewoon weg niet. Want ik moet er 5 killstreak halen. Ja, weet je, het is de Vesper. Het blijft de Vesper. Ik hoor hem ook gewoon niet. Wacht, ik ga mijn geluid harder zetten. Zo. Zo, nu moeten we hem wel horen. Oh. Dikke disco daar ook. Waar zijn jullie? Daar is er 1. Waar zijn de anderen? Ik hoorde net dat er iets ingeroepen werd, maar ik hoorde het ook nog niet. Ik ga jullie even muten. Jullie zijn scheidirritant. Er worden wel dingen kapot gemaakt. Daar ben ik wel in principe blij mee. Jou hoorde ik nog net lopen. Maar dat was echt heel erg close. Hier zit een shot hier. Wacht, laat mij hem eerst killen. Dankjewel. Wacht, loop jij even langs? Ah, jammer. Jammer, ik wou even dat die ene gozer langs kwam. Jammer. Maakt niet uit. Ik had gewoon ook die andere kant moeten dekken. Hij kwam niet alleen van één kant. De jongen van de weg. Ik ben nu wel benieuwd waar ze zijn, though. Oh my god. Ik ben zo scheef met de Vesper, jongen. Echt waar. Respect voor iemand die heel erg goed met de Vesper om kan, hoor. Want ik kan er gewoon weg niet mee overweg. Kom. Dankjewel. Wacht, let op. Ik wist het! Ah, waarom checkt hij daar? Oh, stink het. Oh, vies. Maakt niet uit. Wij speelden ook vies. Dat mag. Je mag een keer vies spelen in Call of Duty. Niet... all the time. Ja. Armen meteen aanzetten, want ik weet dat ze erin komen. Achter me nog. Daar dus. Achter me. Ik moet meteen achter me kijken, jongen. Want ze komen sowieso elke... Hey, stil is jij, joh. Stil is! Sst. Oh. Ah, ik hoorde hem, maar ik dacht dat hij naast me meteen kwam. Hij staat nog achter het muurtje, man. Ik moet je wel zeggen, deze enemies zijn goed. Ze houden me goed bij. Nee, ja, dank je. Komt er nog één. Ah, ja, slim, ik ken het karma. Echt waar. Ik heb even een tijdje geen Call of Duty gespeeld en ik merk wel dat ik wat normaler, zeg maar, Call of Duty speel. Niet heel erg ragend of heel erg chagrijnig. En dat is af en toe wel even goed, gewoon een pauze nemen van Call of Duty. Het is gewoon eventjes... Ja, weet je wat het is? Ik heb het niet over een pauze van een paar uur. Ik heb het echt over een paar dagen, heb ik het over. Oh, god.
Heb ik het ook echt over een paar dagen, jongens? Komt ie. Ah, achter me ook, ja. Ik werd gesandwiched. Daar heb ik het ook echt over een paar dagen. Want ik heb bijvoorbeeld... in het weekend neem ik eigenlijk nooit op. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Ik neem eigenlijk gewoon op de dag op wanneer de video online komt. Ben ik me bezig dat ik gewoon een dag of twee dagen van tevoren gewoon iets wil opnemen. Ik doe het nu bijvoorbeeld in het weekend. Maar ik neem... Meestal in het weekend neem ik even een break van Call of Duty. Want dat... Ja, ik weet niet. Wacht even hoor. Want dan, je speelt het gewoon veel chiller, merk ik. Je bent niet chagrijnig, weet je wel. All the time dat je doodgaat. En ja, ik vind het gewoon super relaxed. Even gewoon twee dagen rust van Call of Duty. Gewoon even niks. Gewoon qua shooter. Misschien een beetje racen, weet je wel. Een ander leuk spel doen. Ik heb Teenage Mutant Ninja Turtles heb ik het trouwens ook. En dat gewoon even als... hoe zeg je dat? Als afleiding. En dat is af en toe ook wel even lekker om te doen. Gewoon even een ander spel spelen. Voor mij doe je FIFA, weet je. Of Formule 1 of zo, weet je wel. Dat is ook leuk om te doen. Wauw, jij was echt fucking snel. Dat is ook gewoon leuk om te doen. Dus, af en toe is dat wel even lekker. Dat is ook gewoon goed voor jouw concentratie qua Call of Duty en je aim en allemaal dat soort dingen. Ik dacht het ook niet, vriend. Jezus, ik heb nu alweer zweetduimen. Ik glip alweer van de controller af. Jezus, die VNP meldt, gek! Holy crap! Waar zijn ze eigenlijk, joh? Ze komen alleen maar aan die rechterkant. Oh, dankjewel. En... Nee, nog niet. 7 kogels. Verladen. En let's go, man. Eerst potje hebben we gewonnen, jongens. We doen elke aflevering doen we 2 potjes, zoals ik al in het begin zei. Dus ja, best wel lekker. 30-22. Nogmaals, KT boeit geen ene flikker. Maar ik vind het altijd wel leuk om te laten zien. Beetje veel dance, maar ja, dat maakt niet uit. Jongens, ik zie jullie zo bij potje nummer 2. Oké, jongens, welkom bij potje nummer 2. We spelen weer met de Pharix. Met de Pharix. We spelen helemaal niet met Pharix. We spelen met de Vesper natuurlijk op de map Breach. We zitten wel volgens mij met dezelfde man. Ik moet even mijn scope uitzoomen. Ja, we spelen volgens mij wel weer met dezelfde mensen. Dus ik ben benieuwd. Ze zaten er net ook heel close bij me. Ze waren ook best wel goed. Zoals eigenlijk bijna elke freefall speler op dit moment. Maar ja, ze zijn ook wel weer goed in campen. Dus we zullen wel zien. Ik hoorde jou met awareness, jongen. Ik hoorde jou, maar mijn aim zat er niet op. Dat vind ik jammer. Hij zit erboven. Hij zit daar boven, jongens. Daar, ik heb zo... Daar, oh. Oh my god. Jesus Christ. Ah, shit. Ik wou pre-fire omdat ik hem al hoorde. Anyway. Deze map... Weet je wat het is? Ik wou net beginnen met... deze map staat best wel redelijk bekend om zijn campspots en mensen die daar altijd gaan campen. En dat is nu ook weer zo. Het bewijst maar weer hoe erg de campers zijn op Free Fall All. Ik zeg niet dat ik het door ga verliezen. Dat zeg ik niet, maar... De aantal camps op dit spel... Tenminste, op het spel, op Free For All... En al helemaal op deze map is... Komt-ie. Insane. Hij zat ook achter me, maar ik dacht, check maar voor me. Is echt insane. Zoals je nu kunt zien, deze gozer, die sabotage... Staat ook gewoon nu voor, omdat hij hier zo boven loopt campen. Let op. Ja, of rechts van me... Zie je, hij loopt daarboven de hele tijd te campen. En dat is dus een... dat is iets aan Free For All, al helemaal op deze map. Wat gewoon heel erg zonde is. Want door deze mensen... Ik neem aan dat het mannen zijn. Het zijn ook natuurlijk vrouwelijke gamers. Maar deze mensen, die verpesten zeg maar Free For All voor dit spel. En dat is gewoon heel erg... Zonde. Dankjewel. Dat is dus heel erg zonde. En ik vind Free For All heel erg leuk om te spelen. Don't get me wrong. Echt niet. Don't get me wrong. Hij zit er nog één achter me. Maar. Are you kidding me? Maar gewoon de aantal campers die op Free For All zitten vind ik gewoon heel erg jammer. Ja, ik was al one shot. Die sabotage zit ook nog eens een raid omdat hij daar loopt te campen. Dat is echt ongelooflijk dit. Daar ja. Kom dan klein flikker. Stinket. Oprotten. Niet campen in mijn room alsjeblieft. Ja, weer daarheen hè. Weer daarheen lopen. Dat is alles wat je kan. Kijk, dit zijn dus Free For All spelers. Die sabotage, dat is gewoon een heel mooi voorbeeld van de Free For All spelers. Op dit moment. En hij gaat er nogmaals zitten. Fuck it, ik ga nu ook hier zitten.
Als hij de hele tijd terug blijft komen, dan ben ik er helemaal klaar mee. Dat is hem dan weer niet, maar... Let op. Hij denkt nu dat ik daarboven zit. Orna. Stink het. Oh, wat ben jij een vieze camper, jongen. Ah, gadver, ik... Ik haat zulke spelers op Free Fall, jongen. Het is ongelooflijk. Sowieso op het spel is het gewoon scheid en scheid irritant. Kijk, hij heeft nu een raid omdat hij daarboven loopt campen. Kijk hoe makkelijk hij wint. Let op. Hij gaat hem sowieso winnen, hoor. Dus we moeten sowieso vrijdag gaan we door met de Vesper. Maar dit is ongelooflijk, jongens. Hier, mensen lopen met fucking Cryptmice en Shock Charges op kaart spelen. Ja. Zulke spelers heb je natuurlijk ook op. Maar ja, die willen hun knife natuurlijk goud halen. Dus dat maakt mij niet heel veel uit. Maar als je zulke mensen... Kijk. Let op. Oké. Vooruitgang. Vooruitgang. Er is vooruitgang. Geboekt bij die gozer. Oh, hij zit er nu. Ik hoor wel iemand springen, though. Ah, ik werd gezien net. Oh. Dat kan ook gebeuren, natuurlijk. Nee, we moeten sowieso vrijdag gaan. We moeten verder, jongens. Ik kan er niks aan doen. Die gozer, die heeft gewoon campend zijn raid gehaald. En die heeft gewoon mijters veel kills gehaald. Kijk, hij ging er gewoon weer zitten. No way dat ik nu nog 10 kills maak. Dan moet ik hier ook... Ja, zie je? Hij nakt nu ook eens mijn kill ook. There is no way. Hij heeft hem al gewonnen. Dat kan ook gebeuren, hè, jongens. Ik kan niet altijd winnen. Maar als ik zo dood... Kijk, weet je wat het is? Als ik zo verlies, vind ik dat gewoon heel zonde. Want je kunt gewoon heel veel in Free Fall. En als er nou zulke mensen zijn die zo spelen, dat is gewoon zonde. Dat is gewoon heel... Erg zonde. Oh, hij maakt nog ineens die ene kill. What the fuck? Like, what the hell? Maak het nou maar gewoon af. Ik weet niet wat jouw plan is om te doen. Ik denk wel dat je wil winnen, though. Dus... Dat is hem. Oh, dankjewel. Jij hebt mij zwaar gesaved, maat. Oh. We maken nog best wel een paar kills, maar... Ik heb het eigenlijk al een beetje opgegeven, hoor. Ja, zie je? Oké, GG, man. Ja, eigenlijk helemaal geen GG, want je bent gewoon een vieze camper. Je bent gewoon een hele vieze camper. Als je deze video kijkt, je bent echt een hele vieze, vieze, vuile camper. Dan maak je je laatste kill toevallig weer niet campend. Maar ja, weet je... Maakt niet uit. We moeten gewoon vrijdag 3 uur gaan wij weer verder met de Vesper. We kunnen helaas niet doorgaan naar het volgende wapen, wat de... Faro is uit mijn hoofd. Ja, de Faro. Die moeten we dus proberen volgende week. Die moeten we deze vrijdag proberen dus te halen. Dus zonde. Ik had eigenlijk verwacht door te gaan. Maar dat gaat helaas niet door deze goos die eerst staat. Dus jongens, mocht je het leuk hebben, vonden we natuurlijk even een blauw duimpje achter. Ben je nieuw op mijn kanaal? Check natuurlijk mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En dan zie ik u weer bij een volgende video. En hopelijk weer bij een nieuwe aflevering van The Gunsmith. Later, jongens.